Marten de Pillesijn, lid van de groep K3, heeft al geruime tijd te maken met een verzwakte been dat snel overbelast raakt. Volgens Juis en Gannel overweegt ze om te stoppen met K3. Studio 100 is hier niet blij mee. Marten de Pillesijn bevindt zich momenteel in tweestrijd. Volgens Juis en Gannel heeft ze al een tijdje last van een verzwakte been dat snel overbelast raakt. Dit is momenteel ook het geval. En daarom heeft ze niet gedanst tijdens de laatste shows van de tour, meldt het kanaal op Instagram. Volgens onze bronnen overweegt ze momenteel om te stoppen met K3. Eerder besloot Klaasje te stoppen met K3. In november 2021 won Julia Bosman het programma K2 zoekt K3 en voegde zich bij Hanne en Marten. De drie meiden vormen pas anderhalf jaar een trio en daarom is Studio 100 niet blij met Martens overweging. Ze kunnen natuurlijk niet opnieuw een hele zoektocht starten, aangezien de laatste nog niet zo lang geleden was, schrijft Juis en Gannel. Bovendien kan Marten op dit moment nog niet stoppen, omdat ze nog tot 2026 onder contract staat. Ze heeft dus nog wat tijd om na te denken over wat ze wil gaan doen.